Indien de betalingen van de bus- en boothouders niet voor vrijdag 19 januari zijn voltooid, zal het schoolvervoer per maandag 22 januari worden stopgezet. Dit bevestigde de voorzitter van de organisatie van bus- en boothouders in Suriname, Antonius Pocky, tegenover onze redactie. Pocky spreekt van een situatie die niet meer in de handen van de bus- en boothouders ligt, maar bij de regering. Uit de gevoerde dialoog is niet veel te halen, wat voor enorme onzekerheid bij de organisatie zorgt. De besprekingen die zijn gevoerd, maar ik moet u eerlijk zeggen, wij zien voorlopig nog geen heil in die bespreking. Zien is geloven. Dus voor ons is het nu of nooit. Als wij eenmaal in actie gaan, dan willen we dus gelijk hebben onze brandstofcompensatie. Dat loopt van januari 2023 tot en met april. Dus januari tot en met april 2023 moeten wij dus hebben we te goed nog een brandstofcompensatie. En dan gaan wij dus dat gelijk eisen. En dan willen we dus gelijk weten hoe het staat met de afspraak die toen de tijd was gemaakt. Dat wij vorig jaar oktober zouden starten met de onderhandelingen. En dan willen we om te komen tot tariefsaanpassing. Pocky wees het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur erop om het kind daadwerkelijk centraal te stellen zoals wordt gepropageerd. De organisatie is zich ervan bewust dat met het uitvallen van het schoolvervoer een aantal kinderen de dupe zal worden, wat geenszins de bedoeling is van de organisatie. Ik wil ze op het hart drukken om het daarheen te leiden dat niet weer het kind de dupe daarvan wordt. Omdat steeds weer wordt er gezegd, het kind staat centraal. Laten ze dus dan inderdaad tonen dat het kind centraal staat en voorkomen dat dus wij overgaan tot actie. De te volgen maatregelen hangen af van de overeenstemming die de regering met de bus- en boothouders zal bereiken. Voor nu staat overeind dat eerst de financiële verplichtingen moeten worden voltooid.